Koopgolf, dat ze dit ook in overweging wil nemen. De heer Mandlener. Dank u wel, voorzitter. Ja, we horen de SP toch een heel vlammend betoog houden om het voor de huurders op te nemen. Deze wet wordt en passant ook weerzinwekkend genoemd, als ik het goed hoor. In ieder geval hoor ik een heel kritisch verhaal, maar de SP gaat toch voor deze wet stemmen, dus dat verbaast me dan enigszins. Maar goed, mijn vraag is eigenlijk een andere. We hebben een woningmarkt die stuk is volgens de SP en het is natuurlijk eigenlijk een... toch wel een grote puinhoop in Nederland als je zo bekijkt naar de woningmarkt en de problemen. Daar ben ik het helemaal eens met de SP. Maar ik wil ook nog even terug naar de oorzaken daarvan. Want nu heeft Nederland in 10 jaar tijd 1 miljoen mensen erbij gekregen. We zijn nu met 18 miljoen inmiddels. Daar kun je niet tegen opbouwen. De PVV probeert er altijd iets aan te doen door de immigratie te willen beperken. Want dat is toch het fundamentele probleem op de woningmarkt. Er zijn te veel mensen voor te weinig huizen. En dat geeft schaarste en het is een opdrukkend effect qua prijzen. En ik denk dat we daar ook oog voor moeten hebben. Dus ik probeer het voorzichtig te vragen aan de SP, maar is de SP niet ook met mij van mening dat als je niks aan die massa-immigratie doet, aan die constante toestroom van nieuwe mensen naar Nederland, dat we dan die woningmarktproblemen heel moeilijk op kunnen lossen? Mevrouw Beckerman. Voorzitter, als ik mag iets langer antwoord, want er zijn verschillende groepen immigranten en ik zou ze even allerlei willen benoemen. 1. Mensen die vluchten uit oorlog, hè, dus echt vluchten voor oorlog en geweld, moeten een plek kunnen vinden in Nederland. Maar en we zien nu dat juist door die afname van het aantal sociale huurwoningen, doordat er zoveel te weinig sociale huurwoningen zijn, dat wijken onder druk komen te staan. En daarom pleit de SP ervoor om veel meer sociale huurwoningen te bouwen. Ook op plekken waar nu vooral heel veel duurdere woningen staan. Zodat je die vluchtelingen, die statushouders, niet in de wijken alleen maar laat wonen waar nu al grote druk is, maar juist zorgt voor een hele goede spreiding. En dat kan je dus doen door meer sociale huurwoningen. Dan het tweede punt, arbeidsmigratie. Voorzitter, het is duidelijk dat de SP ziet dat heel veel arbeidsmigranten in Nederland, zeker bijvoorbeeld, we hebben het vaak gehad over de slachthuizen, dat die echt worden uitgebuit. En dat dat slecht is voor hen en dat dat slecht is voor de wijken waarin zij terechtkomen. We hebben overbevolking gezien, mensen die in verschrikkelijke omstandigheden moeten wonen. De SP heeft altijd gezegd, de commissie Emiel Roemer heeft daar ook veel aanbevelingen voor gedaan, zijn we voor. Dan hebben we de groep expats. We zien nu bijvoorbeeld in Amsterdam dat zij veel woningen ook opkopen, dat die sneller naar expats gaan dan naar Nederlandse woningzoekenden. Ja, ook daar valt met ons echt te praten over beperkingen van. Dat zijn ook de grootste groepen. Nou ja, en ook met internationale studenten vinden wij dat die internationalisering te ver is gegaan. Dus dat zijn allemaal groepen waar wij zeggen, ja, daar kunnen we goed naar kijken, daar moeten we goed naar kijken. Maar laten we even terugkomen op deze wet. Een van de grote voorstellen die ik vandaag heb gedaan, en ik hoop de heer Mandlener aan mijn zijde te vinden, want hij beloofde in de verkiezingscampagne of zijn partij een 20% huurverlaging. We zien nu, ook al zou de immigratie nul zijn, we zien nu dat deze wet helemaal niks doet voor 150.000 huurders die nu veel te veel betalen. Die gaan met deze wet nog steeds veel te veel betalen. En daar, ook als je immigratie volledig nul zou zijn, zou dat niks veranderen, want dat is een politieke keuze. En ik hoop dat we juist vandaag die keuze gaan maken, zodat we echt de huur verlagen voor de mensen die knel zitten. De Mandlener. Ja, voorzitter, deze wet is behoorlijk ingrijpend. Dus ik denk dat er ook heel veel gebeurt voor huurders in deze wet. Daarom gaan wij de wet ook steunen, net als u.